Welkom bij Autogek van de Week. Vandaag ben ik in het immergezellige Schijndel, vlakbij Maaskantje. En ik ga op bezoek bij Jan Jansen. En Jan Jansen, die heeft een hele grote, lange, dikke Renault 4. Dus. Wat een spul allemaal. Oké, hier is een deur. Even kijken. Hey, hallo. Goedemorgen. Dag, ik ben Edo van Autogek van de Week. Jan Jansen. Aangenaam. Hey, jij had je aangemeld voor Autogek van de Week. Dus ik kwam eens eventjes kijken. Is goed. Nou, waarom denk jij dat jij Autogek van de Week bent? Ja, dat vraag ik me af. Dus, maar ja, ik heb een mooi project gebouwd. Nou, dat gaan we zien. Laat zien. Hoe ben je op het idee gekomen om hier een limo van te maken? Ja, dat was ooit, bij Eindhoven reed een eend met 8 deuren. Ja? En de Renault 4 bestond 50 jaar en daar wou ik iets mee doen. Je bent helemaal Renault 4 gek. Ja, helemaal. Hey, maar jij vertelde ook dat jij hebt hem toen gebouwd, ruim 2 jaar geleden ongeveer. Ja, dat is precies 2 jaar geleden ben ik eraan begonnen. En dat was om een bepaalde reden? Laat ik zo zeggen, de vlam was uit in ons huwelijk. En dan kun je dus iets leuks gaan doen. Je kunt iets doen of je kunt in de kroeg gaan zitten. Toen heb ik dus gedacht, ik ga een project maken. En dat moest klaar zijn in mei. Omdat toen het 50 jaar van de Renault 4 was. Dus er kwamen 2 dingen samen. Een therapeutische werking en een 50-jarig bestaan van de Renault 4. Ja, dat kwam samen dus. En ik heb toen 4 maanden dag en nacht, 7 dagen in de week aan gewerkt. Maar laat hem even zien, joh, want ik ben wel heel benieuwd wat je er nou van gemaakt hebt, hoor. Waar ik mee begonnen ben, is dus deze deur maken. Een deur kun je dus niet kopen, deze. Dus dat is een rechthoekige deur. Deze is opgebouwd uit 2 stukken. Van een stuk achterdeur en een stuk voordeur. Er zit gewoon een wastafeltje in en een gaspitje en een bed. Ja, dat gaat altijd een beetje moeilijk, omdat dus de hoogte is. Hij is niet heel hoog. Dus we gaan het zo doen. Dus je doet eerst je spijkerbroek uit, want binnen is dat moeilijk. En dan ga je dus hier zitten. Dus hier de kopkussen aan deze kant. Ja. En dan gooi je de benen naar achter. Dan maak je dus de gordijnen dicht. Oh, zo. Alle gordijnen dicht. Oh, je hebt ook een heel mooi hemeltje. En een lampje gemaakt en een gordijntjes dicht. Oh, doe ik deze gordijntjes even dicht, ja? Een lampje erin. En, dit dakje zet ik dan over voor 's nachts. Dus voor een stukje ventilatie. Een stukje ventilatie. Dat is ook een Twingo dakje. En een lampje. Om misschien nog iets te lezen. Nou Jan, ik vind het nu al gezellig worden. Ja. En als ik naar Tita had gehad, had ik bij komen liggen. Ja. Ja. Nee, maar ja, stel nou dat je op een van je reizen een leuke vrouw ontmoet. Dan wordt het er wel stouw, hè? Dan wordt het dus de aanhangwagen gebruikt natuurlijk. Want daar kan dus kan wel een dubbelbed in. Hij heeft gewoon een 2-persoonsbed erin. Geweldig. Oh, er zit nu een bankje in, zie ik. Nu zit er dus een bankje in. Maar je kan hier dus ook een bed in maken. En dan kun je hier gewoon met z'n tweeën slapen. Kun je dan ook via de achterkant erin? Zeg maar, stel dat je zin hebt om te slapen en met je nieuwe verkering of je vriendinnetje van korte termijn. Dan duik je zo, het zie je idee. In 1 keer in je bed. Ja. Hij ziet er ongelooflijk mooi uit, Jan. Maar ik vind het een beetje koud worden. Zullen we even een bakje koffie doen? Ja, goed plan. Oké, let's go. Zo. Hey, je hebt een motor in de huiskamer. En wat heb je allemaal nog meer, man? Ik zie allemaal autodingetjes, modelautootjes, heel veel foto's overal. Waarom vind jij jezelf autogek van de week? Ja, omdat ik dus zo lang aan 1 stuk aan 1 auto gewerkt heb. 4 maanden en dan dag en nacht. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ja, en zonder feestjes en zonder vakantie. En ooit stond ik 's nachts op een gegeven moment om even iets op te meten. Zo van, had ik weer een idee van hoe kan ik dat weer pas maken. En dan even weer opmeten in de werkplaats.
Werkplaats? Ja, ik heb hier nog een werkplaats, dus ik doe nog wat meer in Renaultjes. Niet? Ja. Ja, blijf aan de gang. Laat zien. Nee, gek man. Maar zullen we dan maar eens een eentje gaan rijden met die limo van je? Is een goed plan. Jan, normaal gesproken hebben we een autogek van de week ook altijd de acceleratieproef. Maar met sneeuw en ijs lijkt het me niet zo veilig. Ik dacht, als we nou gewoon eens gaan kijken, want het is een camper. Dus hoe snel kunnen wij de campingspullen neerzetten? En dan ben je er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Oké, klaar voor de start. Af! Hatsa! 1 minuut 31. Gefeliciteerd! Mooie tijd. Hele mooie tijd. Nou, alleen nog een chocomelletje erbij. En dan kunnen we zo de Elfstedentocht gaan kijken hier in Brabant. Er zit niet zomaar een standaard motortje ook in, hè? Nee, want omdat ik dus veel naar Oostenrijk rijd... Dan moet je door de bergen natuurlijk. Ja, zeker. Dus heb ik een andere motor ingebouwd, een 1400 van een... 1400 cc'tje van een... Van een Renault 5 TS. Ik wil je bij deze graag feliciteren, want je bent autogek van de week. Dankjewel. En er is ook altijd een belangrijk onderdeel van autogek van de week. En dat is dit, dat is dat ik het eigenlijk nooit goed durf te vragen. Maar mag ik misschien ook heel even? Oké, dat mag. Dankjewel. Oké, dit was Autogek van de Week van deze week. Volgende week weer een Autogek van de Week, maar dan van die week. Als jij nou denkt dat je ook een autogek bent, meld je dan aan op autoweek@autoweek.nl onder vermelding van Autogek van de Week. En dan kom ik bij je langs om te kijken of je wel echt een autogek bent.